U bent de schipper? Ik ben een van de schippers. Nou, is het mogelijk om als jullie terugkomen even een kleine rondleiding te krijgen? Tuurlijk. Ik krijg er kriebels van. Ik krijg straks een rondleiding. Ik heb zoveel langs dit schip gelopen dat ik denk, oh, het lijkt me leuk om een keer een kijkje te nemen. En nu eindelijk gaat het ervan komen. Zo, lijkt me een reuzenratsel. Ja, spannend. En in één keer sta ik in de machinekamer. Dit is, je weet gewoon niet wat je ziet. En u bent de machinist. Wow, even kijken, dan gaat deze terug. Hallo. Ja, en de ketel. Oh, en ik word hierheen geroepen, het gaat allemaal heel snel. Ja, nooit meer motor, hè? Nee, machine, hè? De kreukels zijn gelijk met mijn t-shirt. En als er nou iemand te slaan valt beneden? Ja, dan moet je. Ja. Wakker worden! Vanmorgen liep ik samen met Chico mijn ronde en dat doe ik wel vaker hier in het centrum van Dordrecht. Het is natuurlijk vlakbij de VB 002. De Wolwevershaven is prachtig en wordt opgesierd door de Pieterboelen. Maar wat viel mij op vanmorgen is dat er stoom uit de pijp kwam. Ik denk, de Pieterboelen gaat in actie komen. En dat klopt, ik heb even navraag gedaan. Hij is gecharterd. Nou, die mensen hebben geluk, want het is prachtig weer. Dus die gaan daarvan genieten. En ik ga er even droneshots van maken dat die varende is, want zoveel gebeurt dat niet. En als die weer terugkomt, als ze afgemeerd zijn, dan ga ik eens even kijken of dat ik misschien een kleine rondleiding kan krijgen. Het is totaal onvoorbereid, ik ben onvoorbereid, maar ik denk, deze kans laat ik mij niet voorbij gaan. Zo, goedemorgen meneer. Goedemorgen. De Pieterboelen komt in actie. De Pieterboelen gaat zo meteen varen. Oh, ik stond helemaal te trappelen. Ik denk, er komt stoom uit de pijp van de Pieterboelen. Ja, het duurt een aantal dagen voordat we zover zijn dat we stoom hebben. Maar als we eenmaal druk hebben, dan kunnen we gaan varen. De gasten. Superleuk. Ja. En u bent de schipper? Ik ben een van de schippers. Nou, is het mogelijk om als jullie terugkomen even een kleine rondleiding te krijgen? Tuurlijk. Ja? Geen enkel probleem. Nou, we zijn om 1400 zijn we terug. Nou, ik stap straks bij jullie aan boord. Dat vind ik superleuk. Ja, dat is hartstikke goed. Goeie vaart in ieder geval. Dankjewel. Tot zo. Tot straks. Je ziet het, alle voornamelijk vrijwilligers, ze zijn in rep en roer. De Pieterboelen gaat uitvaren. Ik vind het toch schitterend om te zien. Allemaal vaak wat oudere heren die een passie hebben rondom dit schip. Het is natuurlijk een historisch schip. Ze zijn allemaal trots dat ze hier vrijwilligerswerk mogen doen. Dus ik krijg er kriebels van. Ik krijg straks een rondleiding. Ik heb zoveel langs dit schip gelopen dat ik denk, oh, het lijkt me leuk om een keer een kijkje te nemen. En nu eindelijk gaat het ervan komen. Gaat u de trossen losgooien, meneer? Ja. Ja? Dat is ook een belangrijke functie. Hoe lang is dat geleden dat de trossen losgingen? Dat is 2 dagen geleden. Oh, dat is eigenlijk nog niet zo lang dan. Nee, zeker niet. Heb je een proefvaartje gemaakt? Ja, en een gezelschap aan boord gehad ook. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, gelukkig kan het weer na de coronatijd, ja, hè? Gelukkig wel, ja. Nou, dat zijn andere lijnen als waar ik de VW 02 me vastleg. Ja, dat is helemaal sterk. Ja, ik zeg net tegen de kijkers, dat zijn hele andere lijnen die ik gebruik. Ik was zo trots op een nieuwe lijn, maar als ik dit zie, moet ik wel. Hoeveel ton weegt dit schip al niet? 325 ton. Met of zonder kolen? Nee, dat is niet beladen, hè? Oh, ja, precies. Met de ketel vol en de bunkers vol. Zo.
Maar hij loopt niet op kolen hoor, deze. Nee, loopt hij niet meer op kolen? Nee, dat is gasolie. Oh, maar hij heeft ooit wel op kolen gelopen, ja, denk ik. Ja, ja, tot 1963 heeft hij, nee, 1950 heeft hij op kolen gevaren. En toen moest er een nieuwe ketel in. En ja, toen gelijk op olie. Okay. Dat is veel, ja, makkelijker. Het scheelt ook weer je rug breken op de kolen, denk ik. Al, ja, want dan moet je echt in zo'n kolenhok, hè? Ja, en minder, minder verontreiniging. Uitstoot, ja. Nou, veel beter. Ja, ja. Geen zwarte rook en zo. Nee, ik was aan het wachten tot de zwarte rook. Nee. Maar dat gaat dus niet meer gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Nou ja, voor het milieu ook wel weer beter, hè? Ja, zeker. Nou, goede vaart. Ja. Bent u er ook klaar voor, meneer? Nee. Bent u er ook klaar voor? Ik wel. Ja, wat is uw functie? Doe maar een eind weg. Ja. Wat is uw functie aan boord? Dekbemanning. Matroos. Matroos. Ja. Dus u staat op scherp? Ik sta op scherp. Ja. Op het moment dat ze zeggen los, dan... Ja, dan... ja. Nou, ik mag straks een kijkje nemen als jullie terug zijn. Ja. Lijkt me leuk. Voor mij wel. Ja. Nee, de kapitein, dat is de baas. Inderdaad, dat is een beetje de... Niet een beetje, dat is. Dat zijn de verhoudingen, hè? Ja. Ja, ja, ja. Varend erfgoed. Ja, en dat blijven we in stand houden. Proberen we in stand houden. Ja, dat is belangrijk. Dat, belangrijk. Dat erop stellen. Ja. Maar dat lukt aardig, hoor. Ja, dat ziet er prachtig uit. Iedere keer als ik langs loop met Chico, dan glimt hij weer. Ja, hij spiegelt. Bij ons in de buurt zeggen ze dan, hij glimt als een hondenkul in de maneschijn. Ja, precies. We zijn bijna 3 uur verder, het is 2:50 en om 2:00 volgens mij gaan ze hier weer de Damiata-brug passeren. Dus ik ga eens even kijken of dat ik ze daar al aan zie komen. Ik ga ze natuurlijk opwachten. Het is wel een ongebruikelijk gezicht dat de Pieterboelen weg is. Pieterboelen, na een prachtige charter volgens mij. De mensen hebben een geweldige tijd gehad.
Stiekem ben ik natuurlijk rete jaloers op dat deze mensen mee mochten. Maar misschien komt voor mij ook nog wel een keer een tijd dat ik een keer een vaartje mee mag maken. Maar ik vind de kleine rondleiding die ik straks krijg ook wel heel leuk hoor. Ze liggen te wachten totdat de Damiata-brug open gaat. Het is natuurlijk een heel ding om zo'n schip dan een beetje op koers te houden. Je kan natuurlijk ook even stiekem zo aan boord springen. Het is maar, ja, wat zal het zijn? 2,5 meter? Nou, laat ik het maar niet doen. Zo, het lijkt me een reuzenrad, joh. Ja, dat is nodig ook dat je door mijn kracht opkomt. Dat is groot. Net met manoeuvreren, ja. Ja. Ik kan er niet overheen kijken, ik mag niet zien. Nou, moet je krukje hebben. Als het goed is gaat om 2 uur de brug open, dan kunnen ze naar binnen. Zo, de brug wordt afgezet voor fietsers en voetgangers. Want de pieterboelen moeten door. Ja, we komen door. Een stukje naar stuurboord. Deze schipper doet het niet voor het eerst, dat kan je wel zien. Echt tot een millimeter. Speciaal voor de aankomst van de pieterboelen is deze meerpaal geschilderd. Ja, inderdaad. Sinterklaas hoe dan? Je bent er vroeg bij. Lekker bezig hoor. Ja, hè? Ja, paaltje 91. Ja, wordt er wat. Welkom terug. Zo, goede vaart gehad. Ja, prima. Ja? Heel goed weer. Het zag er heel aantrekkelijk uit, ja. Een hele leuke vaart. Ik was een beetje jaloers op jullie eigenlijk. Ja, de meeste mensen zijn jaloers. Ja, ja toch? Het zag er echt prachtig uit. Zo. Hebben jullie een beetje een mooie vaart gehad? We hebben schitterende vaart gehad. Oh, ik was zo jaloers op jullie. Dat houden we in de gaten. Volgende keer moet je echt een keer. Ja, zeker, zeker. Maar ik vind een rondleiding nu ook al heel leuk, als dat even kan. Ja, natuurlijk. Ja. Dan gaan we gewoon aan boord even kijken. Gezellig. Laten we het even zien. Ja, leuk. Ja. Mag je rechtop? Ja, klein klapje. Ja. Klein klapje erop. Huh? Heb je vast nou? Heb je doorgehaald? Deze meneer zei van kom even achter me aan, want nu draait de machine nog. Nou, dat laat ik me natuurlijk geen twee keer vertellen. Maar achteruit, oh, hier gaan we naar beneden. Achteruit de trap af. Ach, oh, dan moet ik even mijn rugzak afdoen. Ja, spannend. Ja, dat wil ik dus, Ja hoor, daar komt ie. En in één keer sta ik in de machinekamer. Dit is, nou je weet gewoon niet wat je ziet. En u bent een machinist. En nu staat hij stil. Nee, dat is niet. Het lijkt alsof ze op de kermis zitten. Nu zijn we ook klaar met. We gaan nou naar vooruit. Oh, vooruit, ja? Vooruit. Wow, even kijken. Dan gaat deze terug. Hallo. Ja. En de ketel. Oh, en ik word hierheen geroepen. Het gaat allemaal heel snel. Thank you.
100 jaar. 100 jaar, zo. 1893. Maar ik heb dus begrepen dat deze olie gestookt is. Ja. 1893. Maar vroeger zat hier dus echt een kolen. Ja. Ging er kolen in, hè? Kolen in de keten. Vroeger hierin. Maar die gingen hierin. Ja, dat noem je dan de oliebunker. Die zaad in die het uit natuurlijk. Oh, ja. En dan had iemand dat als taak omdat ze... Die gooide het daar in het vuur. Zo, maar dat was geen leuk taakje. Nee. Dan kwam je helemaal zo zwart als roet kwam je weer... Ja. Zo. En veel werk voor weinig. Ja. Ik heb nu al een zweetdruppeltje hier. Ben ik ook niks gewend natuurlijk. Maar straks is het ook weer een heel ritueel om deze motor misschien weer uit te krijgen. Sinaasen kan af. Wat gebeurt er? Zo, de machine is tot stilstand gekomen. En dan? Maar ik heb begrepen dat voordat deze machine op stoom is, ja, zijn jullie een dag van tevoren al bezig, ja, met voorbereidingen. Een dag of wat van tevoren gaan we opstoken. Maar wat moet je opstoken dan? De ketel, dat die onder druk komt. En dat is natuurlijk enorm veel liters. 10.000 liter water moet je dan op de stoom brengen. Het is een heel ritueel, merk ik al, voordat alles weer tot stilstand is gekomen. Ja. En dat moet iedere keer moet dat gebeuren. Stel ik het weer. Hier ook alles rustig. Ja, nee, deze deur dichtje. We kunnen elkaar weer verstaan. Een dingetje hier nog dicht, kijken. En waarom is dit goed voor? Dat over de stoomdruk afgaat, dat die... Even de druk eraf. Dat het drukloos wordt, zeg maar. Moet bij ons ook wel eens gebeuren, de druk. Ja, dan gaan we een biertje drinken, dan worden we ook spanning en drukloos, zeg maar. Ga je dat straks doen? Ik wil niet helemaal. Ik drink altijd een ankerbiertje als ik aangekomen ben. Oh, weet dat, hè? Een scheepstelling. Hoe? Oorlam. Oorlam. Gaan wij vanmiddag oorlam mee? Maar dit is een heel schema hoe dit dus dan werkt. Ja, hier is het schema van hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Zo. Reuze interessant. De meeste mensen staan er niet bij stil dat het vroeger zo ging, hè? Ja, zo is het. Sleutel op die luik. Je start met een sleuteltje, start je een motor. Die luik. Dat is er niet bij. Nee, dat is voor jullie gewoon lol aan natuurlijk. Ja, echt heel mooi om dit zo te zien. Is alles niet onder controle of wel? Nee. Is alles onder controle? Ja, man. Ja. Ze laten zich niet zo gauw wegmaken, ja. Deze man. Hè? Nee, joh. Nee. Maar vertel, zeg nooit meer motor, hè? Nee, machine, hè? Juist. Als ik dat nog één keer zeg, dan word ik gekielhaald. Ja. Misschien wel. Ja. Van we gaan rennen, want er komt alles stoom. Lieve hebbers van mogelijkheden. Er komt allemaal stoom uit jullie oren, dat moeten we niet hebben. Alles dicht. Ja, want alles. Je moet niet hebben dat die morgen zeg maar al in de pijpen boven water uitsteken. Nee, dat ik morgen Chico mijn hond uitlaat dat ik alleen in de pijp zit. Nog een paar zweetdruppels erbij. De stoom is schoon, hoor. De stoom is schoon, inderdaad. Ja. De kreukels zijn gelijk met mijn t-shirt. Nou, nu gaan alle schakelaars om. Ja. Hebben jullie een soort checklist die je afwerkt dan? Nou ja, als je het al zo lang doet, zeg maar, dan... Gaat dat vanzelf. Ja. Maar dat is eigenlijk heel is er altijd één die dus de na-eindcontrole doet, hè. Wie is dat dan? De bediening. Oh, dus u bent van de eind, ja. De verantwoordelijke taak. Verantwoordelijke man voor deze boot, ja, technisch. Technisch. En dat noem je de machinist dan, hoofdmachinist. Hoofdmachinist. Sssst. Ja. Maar dan heeft u toch een prachtige functie. Dit is toch een eer om op dit schip dat te zijn, lijkt mij. Ja, ik doe het al 22 jaar op deze boot. Maar heeft u vroeger ook dit als werk gedaan? Nee. 30 jaar op een fabriek van Unilever gewerkt, ook in de machinekamer. Ja. En 10 jaar de grote vaart. Okay. Met grote dieselmotor, vrachtschepen, hè? Vrachtschepen, passagiersschepen. Genoeg ervaring. En nu tijdens het gepensioneerde man zijn... Ja, je moet toch wat een beetje sociaal blijven, ja. Want ik loop al tegen de 80, hoor. Echt waar? Ja. 79 ben ik. Ja, maar dat is toch een heerlijk tijdsbedrijf zo? Ja. Iedere maandagmorgen komen jullie samen, hè? Ja, dat is één nadeel. Mijn echtgenoot
Er komt een trap uit. Van onderen. Van onderen. Maar u had het over uw echtgenoot, ja? Ja, daar ben ik mantelzorg. Oh, dan is dit misschien wel een mooie afleiding. Ja, anders kom je nergens. Zo, ik ga even naar boven. Want het is een goed reet. Zo, ik kom net uit de machinekamer. Moet heel even stoom afblazen. Heeft. Ik zweet als een otter. Want ik vond het wel echt heel gaaf om te zien. Wordt dit iedere keer weer opgepoetst? Na iedere vaart? Dit wordt nu niet opgepoetst, maar het gaat in de zuurvrije vaseline om het te conserveren voor de volgende keer. Oh zo ja, ja precies, een beschermlaag. Ja. Ja. En dan... Als we weer gaan varen met tinnen of met terpentine, even het vet eraf halen en weer poetsen. En weer poetsen dat hij glimt? Dan veel minder poetsen. Oh, dat is een goede tip. Doe je voordeel mee. Ja, doe je voordeel mee, ja. En het zuil gaat netjes over de bank heen. Behoud van het hout. Het is ongelooflijk. Iedere keer als ik hier voorbij loop met mijn hondje, denk ik van, hoe houden ze het zo mooi? Maar nu snap ik het. Met hoeveel mensen doen jullie dit? We zijn als bemanning met 8 man. 8 man? Ja, 3 man in de machinekamer, ja. 2 kapiteins en dan hebben we dus nog een aantal mensen aan dek. Dus ja. 3. Dus we zijn in totaal met 8 man. Er is een machinist die heeft een lekker hartklep. Okay. Een machinist die zijn vrouw die is ernstig ziek. Dus er zijn op een zeker moment toch wel mensen die afvallen. Nou ja, je hebt natuurlijk wel te maken met vaak oudere mensen die dit als vrijwilligers doen. Het zijn allemaal gepensioneerde mensen. Wat is de jongste, als ik het vragen mag? De jongste? Nou ja, dat zijn mensen die werken nog. Ja. En die komen echt als het nodig is, komen ze opdraven. Ja, ja, maar ja, ja. Die hebben de werk dus. Nee, dat is te begrijpen. En op het weekend gaat het nog, maar door de week dan wordt dat niks. Nee. En dat is natuurlijk wel lastig. Maar wel leuk om zo samen te komen, toch? Nou ja, het is natuurlijk een hobby. Want jullie komen iedere maandag... Iedere maandag komen we dus helemaal bij elkaar en dan gaan we dus het onderhoud van het schip doen. Ja. Het verfwerk, het houtwerk. En een bakkie waarschijnlijk. En een bakkie natuurlijk. Ja. Ja. Dat beginnen we altijd met een bakkie. Dat is altijd leuk. Ja. En als tenisjeskender is er altijd wel iemand die koeken meeneemt. Ja. Ja. En dan praten we even bij en dan overleggen we wat gaan we doen. Wat wordt er als eerste aangepakt. Ja. Dus dat is ook belangrijk. Ja. Want het schip wordt regelmatig gecharterd door mensen die... In de zomerdag dan wordt hij dus zeg maar regelmatig gecharterd. En we varen natuurlijk ook wel eens naar evenementen. Hè. Bijvoorbeeld als Dort en Stoom er weer is varen. Precies. Of Sleepbootdagen bijvoorbeeld in Zwartsluis. Ja, jullie zijn altijd een welkome gastverschuiving met dit prachtige schip. Meestal wel. En we liggen zomers 3 weken in de Leuvenhaven bij het Maritiem Museum. Oh ja. En dan doen we ook rondvaarten daar vandaan. Ja. En dan heb je natuurlijk wat dit jaar ook de mist in gegaan is eigenlijk. Dat is de Wereldhavendagen in Rotterdam. Dat is zo jammer. Dat is zo jammer. Ja. Want wie is nou eigenlijk eigenaar van dit schip? Hoe zit dat? Nou, het schip is op een zeker moment zeg maar een hele tijd... is die dus zeg maar... bij de scheepswerf Boeren, waar die ooit gebouwd is, daar is die ingezet. In 1893 geloof ik. 1893. Ja, dat klopt. Ja. Maar hij is op een zeker moment terug in handen gekomen van de eigenaar van de scheepswerf, waar die gebouwd is. En die hebben hem als directievaartuig gebruikt. Oh, okay. En toen op een zeker moment toen ging de werf failliet. Ja. En toen zat de familie, die zat met die boot. Zo. En die dachten, ja, wij kunnen daar niks mee. En toen hebben ze hem geschonken aan het Maritiem Museum in Rotterdam. Ja. En die is officieel de eigenaar. Ja. Maar hij is uitgeleend aan Dort en Stoom. En ik heb zelfs nog begrepen dat hij een tijd lang eigendom is geweest van een Amerikaanse filmregisseur. Ja. Die had hem gekocht, zodat hij kon figureren in een Hollywoodfilm misschien. Ja, wel, waarschijnlijk heeft die regisseur zich een klein beetje vergist. Dit is een zoetwaterboot. Ja, en hij heeft waarschijnlijk misschien een film op willen nemen. Wat misschien met een invasie of een oorlogsfilm. Misschien op zout water. Ja. Maar daar is de boot niet voor geschikt. Hij is, het is een rivierboot. Het was een kat in de zak. Dus... Daar is nooit wat van terechtgekomen. Het is wel een goed verhaal. Ja, het is wel een goed verhaal, maar hij is natuurlijk in principe de haven niet uit geweest. Nee. Hij heeft hier natuurlijk jaren gelegen. Ja. En wat ze ook nog een keer gedaan hebben, er is op zeker met een bedrijf geweest. En die heeft zeg maar het schip eigenlijk gebruikt om zeg maar ergens anders stoom te leveren. Oh, dus stel nou, er ligt op een zeker moment een schip met een bepaalde lading die verwarmd moet worden. Ja. Dus stel dat die, meestal hebben die schepen een eigen installatie om op te warmen. Maar stel dat die kapot is. Een soort generator eigenlijk, een soort generator. Zo zou je het kunnen zien. Dus dan werd de
zeg maar, dat schip werd gecharterd. Ja. En die ging dan langs zij van de schip. En het enige wat hij had te doen, dat was stoomdruk leveren om de lading van een ander op te halen. Oh, zo. Ja, dat heeft hij ook nog een tijdje gedaan. Ja. En ja, uiteindelijk als directievaartuig voer die natuurlijk met mensen die zeg maar van een rederij die een schip lieten bouwen bij Vrolmen. Ja, ja, ja. En dan was het natuurlijk een leuk uitje voor die mensen als ze door de havens van Rotterdam. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. En nu, zoals het nu ook een leuk uitje is natuurlijk voor mensen. Ja, het is ook voor ons natuurlijk een leuk uitje als je weer eens een dag aan het varen bent. Ja, ja, ja. Niet alleen het onderhoud, maar ook het varen met het schip is natuurlijk leuk. Dat doen we het allemaal. Ja, ik zie jullie vandaag allemaal met zo'n smile. Ja. Ja, ik ook hoor. Want ik vind het ook prachtig om te zien. Ja. Ja, het is gewoon mooi dat de historie van zo'n schip. Hè, dat, want dit is denk ik een van de weinigen die nog bewaard is gebleven dan. Van de Rijnslepers is dit de enige nog die dus eigenlijk nog vaart. Er ligt in Duisburg, heb je ook een binnenvaartmuseum. Ja. En daar ligt nog zo'n hele grote Rijnsleper. Want dit is dus een Rijnsleper? Dit is echt een Rijnsleper. En die, als functie had hij om schepen? Om schepen te slepen. Die zelf geen motor hadden? Nee, want in die tijd dat de stoommachine geplaatst werd in schepen, hadden de meeste schepen, de vrachtschepen, die hadden geen machine. Ja, ja, ja. En die hadden dus zeg maar een zeil. Ja. In Nederland langs de kanalen, dat noemden ze jagen, dat ging met een paard. Ja. Die trok een schip voort. Dat kan je niet meer voorstellen natuurlijk. Nee. Er zitten veel YouTubers te kijken die zijn jong en die denken, wat hoor ik nu? Ja, dat is. Maar toen de tijd, toen hadden die schepen, die hadden geen machine. Ja. En toen eenmaal de stoommachine dus zeg maar in schepen geplaatst werd, toen konden die schippers, die dus zo'n groot vrachtschip hadden, die konden dus bijvoorbeeld met z'n tweeën of met z'n drieën gezamenlijk een sleepboot inhuren. Ja, 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 en die trok ze, dus tegen betaling, naar de plaats van bestemming. En daar is eigenlijk dit schip voor ontworpen? Daar is die voor ontworpen. Ja. Vandaar dat die zeg maar een hele ranke vorm heb, dat is natuurlijk voor hemzelf zo weinig mogelijk weerstand. Precies, zeker met die stroming die op de Rijn staat. Ja, ja, ja. Ja. Het is heel fotogeniek. Oh, Jaap is fotogeniek hoor. Ja. En ik mag even kijken bij Jaap in de stuurt. Ja. Dat laat ik me maar één keer vertellen natuurlijk. Ja. Ik pak mijn handen hier net aan het. Dit is net ingevet. Dat doen wij om dus zeg maar te voorkomen dat de koper weer helemaal aanslaat. Dat heb ik net gehoord. En wordt, ik zal wel eventjes een doekje. Vaseline, zuurvrije vaseline. Ja. Ik ben net aan boord en ik zit al onder de vaseline. Ja. Maar goed, het is het behoud van je spullen hoor ik net. Het scheelt ons veel poetswerk. Het scheelt veel poetswerk hoor ik al. Ik kom even de stuurhut in. Kijk, en deze heb ik natuurlijk ook al op de filler gezet, denk ik al. Oh, wat is dit? Dat is een buil. Ja, dat snap ik, maar wat gaat u daarmee doen? Nou, die was aan. Zo vervelend was ik toch niet? Nee. Maar waar is die voor de veiligheid, neem ik aan? Daar is voor de veiligheid. Als je nou op een zeker moment kijkt hier bij de beting. Ik zal even de camera overpakken, want ik heb in één keer u de camera gegeven natuurlijk. Ja. Doen we gewoon zo. Dat kan allemaal met vloggen. Bedankt voor de medewerking. Ja. Blijf even zitten, want ik wil het verhaal nog even horen. Maar ook van de buil. Wacht even. Ja, we hebben dus hier beneden. De beting, en dan zie je die staaldraden daar aan de onderkant. Ja. En dat zijn eigenlijk de sleepstrangen. He, dus de sleepdraden. Ja. De sleepboot die gaf dus die draad aan die sleepscheepte. Oh, zo, ja, precies. Ja. Ja, en dan was die bel, die was er specifiek voor als er nou echt iets helemaal misging. Zo. En je kon dus zeg maar zo'n strang die snoeien. Goed gespannen was, dan kon je dus zeg maar met ene klap kon doorslaan. Bam. Ja. Althans, dat wordt. Dat wordt verteld. Ik heb het nooit gezien, ik heb het nooit meegemaakt. Gelukkig maar. Ik heb altijd een mes standby als ik in een sluis lig en je hangt jezelf op. Dat wil je natuurlijk niet. Oh, ja. Maar voor het geval dat heb ik een heel groot scherp mes. Ja, handig. Slim hè? Ja, heel slim. Eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk hetzelfde, ja. En hier zit de kapitein. En u heeft net dit prachtige schip gevaren. Maar hoe is het nou om zo'n schip te varen? Het zag er heel vermoeiend uit. Is het ook? Ja. Want kunt u eens laten zien hoe dat een beetje waar de knopjes voor zijn. Nou, er zitten weinig knopjes op, maar hoe dat dan werkt, want ik zie hier een enorme hendel. Deze. Maar dat is dus de gashendel in principe. Ja, ik kan zelf niks bedienen. Ik kan enkel communiceren met de machinekamer. Oh. Wat ik wil. Hij staat nu op stop. Ja. En wil ik langzaam vooruit. Ja. En dan zet ik deze hendel op langzaam vooruit. En met dat belletje weten ze beneden van, hé, we moeten in actie komen. En deze wijzer is van beneden. Ja. En als ze beneden nou geen actie ondernemen, dan blijft hij op stop staan. Als ze actie ondernemen, dan gaat de kleine wijzer hierheen. Oh, ja precies. En dan hebben ze zeg maar de boel omgezet in de stand die ze in de stuurhut wil. Zo, dus er zit wel wat vertraging in. Je moet echt wel van tevoren weten van, hey, ja, en dit dan ga ik en dan kom je achteruit de haven in. Dus dan gaan we eerst naar... Let op.
Let op, er gaat iets veranderen. Er gaat iets veranderen. Ja. En dan ga je de hendel zetten wat je wil, of hard achteruit of langzaam achteruit. Zo. En dan is het wachten op beneden. Ja, tot. En als er nou iemand te slaan valt beneden? Ja, dan moet je. Ja. Wakker worden! Zuurvrije vaseline! Hij is er ook in getrapt. Je moet er helft maar geloven van wat hij zegt. Nou, ik hang aan zijn lip hoor, moet ik zeggen. Oh, ja, precies. Ja. En dit enorme stuurrad. Het is, ja. Nou, als ik ernaast ga staan, het komt bijna tot mijn kin. Ja, en dan nog een stukje in de grond. En nog een stukje naar beneden. In de vloer. Het is geen stuurbekrachtiging. Nee, we hebben geen stuurbekrachtiging. En doordat hij zo groot is, dan kan je toch nog iets makkelijker het roer bewegen. Zo. Ik moet zeggen, het zicht hier is ook wel minimaal. Het is een enorme stoompijp voor je neus natuurlijk. Ja. Maar dat is gewoon even eromheen kijken. Dat is eromheen kijken. Ja. En dat is één schipper of kapitein en dan stuurt het met een uitkijk erbij. Ja. Dat je allebei je kant in de gaten kan houden. Dat is wel belangrijk, hè? Ja. Maar dat is gedaan, vroege jaren. Ja. Toen ging die schepen slepen van Rotterdam of Dordrecht naar de Roer. Ja. En dat ging dan met overdag. S'nachts weer er niet gevaren, dat ging met een snelheid van 4 of 5 km per uur. Ja, je ziet en dan had hij meer zicht achter om te kijken hoe de schepen achter hem aankwamen. Ja. Of dat ze goed door de bocht heen kwamen van de rivier. Ja, ja. Ja. Dus hij had meer 80% achteruit te kijken als vooruit. Ik heb begrepen dat de stoompijp strijkbaar is. Ja, klopt. Dat is toch wat? Maar ook als hij in bedrijf is? Ja. Ja, dat snap ik dus niet. Maar dat is ideaal, want dan is je doorvaarthoogte is natuurlijk veel minimaal. Ja, kleiner. De doorvaarthoogte is dan 6 meter. Oh, kijk eens, ik zie het hier. Doorvaarhoogte normaal 11 meter en gestreken 6 meter. En een diepgang van 2,20 meter. Ja. Dat zijn de getallen van vandaag. Ja, elke reis, als we buiten de haven zijn, dan gaan we deze anker hier nog even testen. Om in geval van nood. Oh. Het anker te kunnen presenteren en niet met de hand op hoeven te draaien. Dat kan door middel van deze stoommachine. Dat is nog steeds de originele stoommachine die de lier gaat bedienen. Echt waar? Dat heb ik niet eens op een boot. Ja. Ik moet het gewoon met het handje doen. Ja. Maar dat gaat op. Nou, dat was toch wel revolutionair voor die tijd, neem ik aan. Ja, zeker. Dus de kapitein met zijn vrouw, die woont hier beneden. He, boven hadden ze toen de tijd nog geen roef. En dan hadden we dus zeg maar de slaapkamer van de kapitein met zijn vrouw. Maar dat hebben we omgebouwd als een keukentje geworden. Keukentje inderdaad. Ja. Het is ook niet heel ruim, maar goed. Als slaapkamer, maar als keuken prima. Maar kombuis dan eigenlijk. Ja, ja, ja. En dan is dit ook een kombuis. Ja. En omdat we nu dus zeg maar met verschillende gasten kunnen varen, met maximaal 60 mensen, dan moeten we natuurlijk een beetje voor de catering kunnen zorgen. Ja. Nou, dat doen we dus zeg maar in deze keukentjes. En hier is een eethoekje. Hier is een eethoekje en als we nou met zeg maar de groep naar bijvoorbeeld Zwartsluis gaan, Sleemodagen, dan slapen we dus, we doen er 2 dagen over, het gaat allemaal niet zo snel met de Kerstineer. En dan slapen we dus zeg maar, hier op die bankjes, het is net een beetje, het is net een beetje kamperen. Ja, terug in de tijd. Ja, de bankjes zijn natuurlijk niet zo groot, maar ja goed, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Die zijn ook wat gekrompen misschien in de loop van de tijd. Dat gaat steeds harder. En dan achter hebben we dus zeg maar de ruimte waar de machinisten slapen. Oh ja. En ja. Hier slapen de kapiteins en de rest van de bemanning. Ja. En we hebben er eentje bij, die is heel erg lang, die past nergens in. En die gaat lang uit op de vloer van de stuurder liggen. Ja, waarom niet? Je moet kijken of zijn. Ja. Hey, het licht gaat uit. Ja. Oh, dat doen we. Ja. Dus, maar het was natuurlijk een hele leuke ruimte wel. Ja. Alleen, je hebt natuurlijk weinig zicht naar buiten. Ja, het alleen het is de bedrijfspoortjes maar, hè. Je kan er net je vingeren doorsteken, maar... Ja, het is te vandaag daglicht binnen. Vandaar dat ze op een zeker moment, zeg maar boven, dus na verloop van tijd hebben ze daar een roefje gebouwd. Ja. En dat was toch wat meer comfort natuurlijk. En je kon ook nog eens naar buiten kijken wat er allemaal gebeurde. Ja. Helemaal voor in de kop van het schip, daar hebben we nog 2 toiletjes. Toen de boot dus op een zeker moment zeg maar, pas gebouwd was, toen hadden ze die toiletjes niet. En dan hadden we helemaal op het achterschip, daar hadden ze een kleine ruimte. Er ging er een deksel omhoog. En daar zag je dus zeg maar, net als op de boerderij, had je dus, wat was het tusje noemde. Scheidtus. En daar had je dus zeg maar...
Nou, dan had je gewoon een plank met een gat. Oh, daar ging je de plomp in. Ja, maar je had natuurlijk geen nare luchtjes in huis. Nee, dat is, je bent gelijk, je kan er maar vanaf zijn. En als je die klep open deed, dan zaten er kleine schotjes aan de zijkant. Dus dan zat je min of meer nog een beetje beschermd. Alleen de sleepdraden, dus de strangen, die liepen op een zeker moment vanuit die strangenlier naar achteren. Ja. Dus als je met je kop omhoog kwam, moest je uitkijken dat je niet met je kop tussen die twee staaldraden terecht kwam. Dat je onthoofd bent. Ja, je onthoofd. Zo, dat zou geen leuke boodschap zijn. Nee, maar ja, goed, de mensen wisten het. Ja. Dus je moest heel goed oppassen. Maar dit is eigenlijk de medicijnkast, hè, voor als er noodgevallen zijn. Dat de drank is. Ja, de drank is, zie je wel, dat dacht ik al. Ja. Het hoort er ook een beetje bij. Dat is onze medicijnkast. Ja. Niet tijdens de vaart, maar wel zoals nu. Nee, tijdens de vaart geen alcohol. Nee. Maar zoals nu gaan we straks de roef in natuurlijk. En dan gaan we even een... Na de vaart dan nemen we een pilsje voor degene die dus met alcohol wil. En degene zonder. Ja. Die hebben we ook allemaal. Ja. En dan drinken we wat op de goede afloop. Heerlijk. En dat is iedere keer weer spannend natuurlijk. Ja. Ja. En de elektriciteit, vroeger had het natuurlijk alleen maar petroleum, maar tegenwoordig hebben we dus een generator in de machinekamer. En die draait 220 voor als we onderweg stroom nodig hebben voor de patatpan en voor de koelkast. En die gaat dan op diesel? Dat is een dieseltje. Ja, precies. Dat is een dieseltje met een generator. En die zorgt voor de stroom, voor de ijskast, koffiezetter en om soep warm te maken, ik noem maar wat. Ja. Dat moet je natuurlijk wel hebben. Dat is tegenwoordig wel modern. Ja. Maar we hebben 220 lampjes en we hebben 24 volt lampjes. Ja, dat hebben we ook nog. Ja. Ja. En als dat allemaal uitvalt, hebben we ook nog petroleum. Kijk. Ja. En zo sta ik in één keer in de woning, zo noem je dat hier, hè? Ja. De roef. Ik wilde zeggen de kantine, maar dat mag natuurlijk. Nee. In de roef. De roef. Maar het ziet er echt super gezellig uit. En na de vaart, dan mogen we dus zeg maar weer een pilsje met wat alcohol. Ja. En hebben we nou op een dag 6 vaarten, dan heb je nu de kans dat dronken naar huis gaat. Ja. Nou, zullen we dan maar even proosten op een goede afloop? Ja, laten we dat doen. Ja. Proost. Ja. Ik heb niks gekregen. Staat achter. Oh, staat achter. Heb je wat? Ik heb helemaal niks. Ik ga jouw vloggen en openmaken is heel onhandig natuurlijk. Mag ik hem even openmaken? Nou, ik ben superhandig. Je kijkt wel bloedserieus hoor. Ja. Kijk, zo. Ik heb hem open. Heren, ik vond het superleuk dat ik hier even te gast mocht zijn. En ik kom jullie vast wel weer tegen, want ik lig hier iets verderop. Heel goed. Proost, hè? Ja, proost. Het is wel maar gedaan arbeid, dus een goed bier drinken. En zo is het. En vanaf de Pieter Boele zitten wij in één keer op het zonnedek van de VB002. De wat nieuwere volgers zullen denken, wie is die knul naast jou, Kees? En de oudere volgers zullen denken, Jordi, hij is er weer! Ja. Jordi was mijn stagiair 4 maanden lang, hè? Ja, 4-5 maanden. Ja, begin dit jaar. Nou, hartstikke leuke tijd gehad samen. Echt wel. En hij was in Dordrecht, dus hij zegt, Kees, ik kom even een bakkie doen. Hij heeft een flesje, nou die staat op beneden, een flesje bier meegenomen. Lekker biertje. Dus we hebben veel bij te praten. Dat gaan we zeker doen. Zeker weten. Even een terrasje pakken. Hoe gaat het met jou? Gaat hartstikke goed. Ja. Met je studie? Ja, echt hartstikke goed. Ik doe de journalistiek in Utrecht. Ik woon nu in Utrecht. Dus het is... En je hebt fans, hè? Ja, ik hoor het al, ja. Ze weten dat je hier bent. Nou, superleuk. Ik ben blij dat het goed met je gaat. Je ziet er goed uit, sharp. Ja, altijd. En, altijd sharp. Nou, wij gaan even lekker een terrasje pakken. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Like deze video eventjes als je hem leuk vond. En vergeet niet te abonneren. Het is volledig gratis, dus waarom niet? Ja. Jordi is ook geabonneerd. Ja, toch? Nou, als je nee zegt, dan word je gekiel haalt. Ja, ik ben geabonneerd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende bestemming. En trouwens, ik ben nog niet helemaal klaar. De volgende vlog wordt zeer spectaculair. Ik ben meegeweest op een superjacht. En niet alleen ik, maar ook mijn pa en mijn tante Tini. Zij is 79. Nou, we hebben een mega ervaring gehad. We zijn een dag lang miljonair geweest. Je bent al benieuwd. Ik zie het aan je. Maar volgende week kan je dat allemaal gaan zien. Bedankt voor het kijken, hè. Tot de volgende bestemming. Hoi!